Het is de meest verkochte wedge ter wereld, de Vokey Wedge. Titleist lanceerde onlangs de 7e generatie Vokey Wedges. En Golf.nl ging op onderzoek uit. Dit zijn ze, de 23 verschillende SM7 wedges van Vokey. Nou, hoe kies ik de goede wedge? Dat begint bij de gapping. Ik heb een standaard pitching wedge in mijn tas en daar sla ik een bepaalde afstand mee. De bedoeling is dat de wedges die ik kies, dat daar een goede verdeling in zit qua afstand. Idealiter is dat ongeveer 8 tot 10 meter, oftewel 6 graden. Dus als ik weet dat mijn standaard pitching wedge 46 graden is, dan hoort daar een wedge bij, een volgende wedge bij van 52 graden. En zo maak je elke keer een stapje naar boven. Een goed en gelijkmatig verschil in afstand tussen je wedges, de zogenaamde gapping, is heel belangrijk. Met behulp van de launch monitor, die heel nauwkeurig afstanden meet, kan je bepalen of het afstandsverschil tussen jouw wedges goed is. Very important to clean the wedges, because that will affect the spin and the ball flight. Net als in de SM6-lijn is het zwaartepunt in de SM7-lijn geoptimaliseerd voor een nog constantere balvlucht. Oké, let's go and have a look at the numbers, shall we? So what I'm going to do now is I'm going to check the two bounces. Which bounce is better for the player? And that will affect ball flight, contact, distance. De bounce bepaalt of de club zich ingraaft of niet ingraaft. Heb je een steile of een vlakke swing? Sla je dikke of dunne plaggen? Oftewel, ben je een digger of een sweeper? Is it a heavy shot? Is it a heavy shot, but he's got away with it? So this guy is definitely a digger. The difference, they were both the same wedge. As far as loft, one had 8 bounce, one had 12 bounce. And the one he preferred was the 12. You have to go through the process to check which bounce is better for this gentleman. Thanks. Als we de loft en de bounce hebben bepaald, dan is de laatste stap de grind, oftewel de letter. I've got a higher bounce, the K, I've got the D, and I've got the M. In de laatste stap gaat het om het kiezen van de grind. De grind is hoe de zool van een wedge is afgewerkt en zegt iets over de veelzijdigheid van de wedge. Bijvoorbeeld of je het clubblad makkelijk kan openzetten. Er zijn 6 verschillende grinds. You can definitely see that this wedge is digging. Ook in de rough is het een kwestie van proberen. En als de bal de hole in gaat, weet je dat je de goede grind te pakken hebt. Oh, what a shot! I would be looking at K grind because of your bunker shot. It worked better in the bunker and the semi-rough and from the fairway as well. For you, K is the right grind for your game. K is my letter. Yep. Okay. K is your letter. Now you can hit your number. Thank you. We zijn eruit. Ik heb net een wedge fitting gedaan. Het duurde ongeveer 45 minuten, maar nu weet ik wel welke wedges het beste bij mijn spel passen. Deze wedges kosten €165. Nou, als ik 3 wedges zou aanschaffen, dan kost dat ongeveer evenveel als een nieuwe driver. Alleen de wedges, dat zijn de clubs waarmee je kan scoren. Hele belangrijke clubs. Alleen, als je dat bedrag investeert in je spel, zorg in ieder geval dat je goed gefit wordt.